staan op locatie met gigantisch gevaarlijke Nederlandse vlinders. Ik vind het sowieso best wel bizar dat ze gewoon de illegale markt namaken, maar dat terzijde. Hier heb je dus de Black Spanish Cracker. En we gaan even kijken hoe die knalt, de Nederlandse vlindertjes. Ik ben erg benieuwd naar deze. Met een hele kleine lont. Dus het is wel tricky. Dit zijn nog de oude batchen, want deze stond uit 2012. Ja, maar moet je dat kijken. Volgens mij ook het jaar dat het geïntroduceerd werd. Gewoon kafferatenvuurwerk. 2012. Categorie 2, dus het is gewoon legaal. En die hadden we heel lang liggen. En nu is het moment om ze af te steken. Ik ga er even een paar uitpakken, zodat jullie kunnen zien hoe gevaarlijk ze eruit zien. Moet je kijken. Check dit. Zo zien ze er dus uit. Nou, mooie imitatie dus. Ja, echt hè. Maar geloof me, dit is echt gewoon een rotje ingepakt. Ja, klopt. We gaan ze even testen, man. De eerste, zet hem gelijk even neer. Kijk uit dat hij niet afgaat. Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Hier, de eerste. Black Spanish Cracker, CE gekeurd. Hij is natuurlijk niet Spanish, maar... Zo anti-illegaal. En we hebben natuurlijk weer geen goede aansteker bij mensen. Ben benieuwd. Nou, is knap. Nou. Ze klinken echt als... Je ziet er niks meer van liggen, hè? Nou, hou hem even open. Ook deze mogen alleen met oud en nieuw worden afgestoken. Is geen kat 1 natuurlijk. Ben benieuwd. Ja, ik knal best wel lekker, man. Voor Nederlands. Ze knallen zeker hard. Ja, hard niet, maar lekker. Ja. Leuk idee, maar met deze aansteker. Hoe stonden we dan 10 jaar geleden? We gaan gelijk verder. Daar ik even net de action even een partij aanstekers inslaan. Ze knallen echt hard hoor. Dat zijn wel goede dingen. Dus. In ieder geval harder dan knetterlinten. Hij valt er al gelijk uit. Mooie vlindertjes. Voor Nederlands begrip is het al goed hoor, dit. Ze zijn ook heel oud, weet je. Daardoor zijn ze ook iets harder. We kijken wat voor rotzooi dat achterlaat. De volgende. Zo. Nou, die gaan zeker niet verkeerd, die. Dat zei je toch? En hoeveel zijn het er eigenlijk? Het zijn er 48. We zijn nog wel even bezig inderdaad. Een hexking gemaakt van al die Nederlandse vlindertjes. Dan gaan we zo meteen even een knetterkegel bijhouden. En dan moet alles gaan. Beloof wel een spektakel te worden, man. Je moet hem er echt goed inhouden. Niet leggen, maar echt erin. Juist. Oké. Die was al ziek, man. Alles gegaan. Nee, die was wel ziek, man. Maar ik zeg je eerlijk, die Nederlandse knalletjes... Ja, die gaan nog best hard, goed. Hè? Stooksessie. Flinke jongens. Ja, voor Nederlandse begrippen. Ja, dit is een zeker goed ding. Dit is iets dichterbij. Die ligt wel te fijn, hè? Yes? Yes, next.
stom aanste... Ik moet zeggen dat deze aansteker nog best wel snel doet. Ja, omdat die nieuw is. En vers. Die was zacht. Maar als je ze gewoon op de straat legt... Klinkt ze een stukje beter. Ga even lopen. Mijn oren, jongen. Deze zijn echt wel goed, hoor. Mooi. Ik dacht bij mezelf, bewaar er een paar. Doen we die even onder de brug? Want onder een brug is natuurlijk het effect altijd versterkt. Ik ben benieuwd, man. Moet je wel een stukje erin gooien? Ja, stukje. Ik zweer je, dat zijn nitraten. Ik zei het je, daarom had ik ze bewaard, man. Zo, hoeveel hebben we er nog? Ja, man. Die gaan hard, jongen. Mensen zeiden kat 1 is hetzelfde als gewoon kat 2, maar dat is echt niet zo, hè? Ja, kat 2 dat is hetzelfde als kat 3. Even eentje snel voordat die hardloper komt. Zit de laatste. Nee, man. Lekker, dat is knalletje. Bizar. Lekker knalletje, ik zeg eerlijk, die vlindertjes van Nederland. Ze zeggen, doe een kleine soaksessie. Als dat gaat lukken met die aansteker dan. Ja, het is nu al leeg. Ja, snap je. Ik zie, dat is echt een draad, jongen. Als je dat zo hoort, vlinders. Kaknal. Zei, ik weet niet of jullie dat ook op camera horen, maar deze zijn echt bizar hard onder de brug. Hé, hey, kijk dan. Fonteintje nog. Oh ja. Yes, laatste. Beam. Op. Dit is de knetterkegel, de knetterking. Gaan we even testen hoe dat geluid dan met deze klinkt. En de laatste nog wat in de scooter, dus we denken, nou, dan noemen we die ook maar gelijk. Om het even een beetje te vergelijken. Holy moly. Dat is toch bizar. Het is ook best wel koud, moet ik zeggen. Ja, dat is, daar hoor je wel een verschil in, hoor. Ja, dat zeker. De vlindertjes waren 10 keer beter. Wat gaat er? Nou, die werpen we gewoon, ja? Wat kan. Ik ga er recht op, let op. Net niet. Ja. Zo. Ja, die zijn dan ook echt een stuk minder, hè? Even eerlijk. Klopt. Want steeds zijn ze verkracht, één zijn ze zeker goed. Ik zou zeggen, doe even een knetter van pijn. Ik denk dat die laserflesje ook. En die camera in je gezicht. Recht op. Yo. Je weet toch, je duim gaat helemaal kapot ervan, hè? Ja, echt, hè? Van zo'n kut aansteken. Als hij het doet. Nou, herkansing. Herkansing. Wel even rechtop zetten. Zo, mijn vinger. Ik steek mijn kabel aan. Pyrotechniek, boom! Ja, kaboom! Lijkt net zoals er een demper. Heel pakje tegelijk. Nou, dat was het. Die waren wel harder dan die vlindertjes, jongens. Gaan we weer net zoals vorige keer doen. Het is wel oud en nieuw ten slotte, bijna.
foto-sessie van deze keer. Ik vind het zo kut altijd dat die op de hoek, die plakken altijd aan de plastic, man. Ik zie dat super kut. Die Nederlandse vlinders stellen niet zo heel veel voor. Alleen vind ik wel dat ze natuurlijk veel harder zijn dan kat 1. Ik hoop dat jullie ze ook hebben kunnen bemachtigen of nog gaan bemachtigen. Zoals ik al zei, die Nederlandse vlindertjes zijn eigenlijk gewoon rotjes ingepakt. Waardoor ze knallen wel iets harder volgens mij. Ietsjes, maar misschien ook omdat wij ze al heel lang in bezit hadden. Sinds 2012 namelijk. Er gaat nog veel meer aankomen in 2019. Want we gaan echt zieke projecten opnemen. We gaan veel meer andere soort video's opnemen dan dat jullie gewend zijn. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.